Welkom bij Iedereen kan haken. We zijn geëindigd bij het sleutelbeen. Tenminste, als je goed meet even hoe je truitje eruit ziet. Ik rol hem even op, anders kan je het niet de bovenkant zien. Even de camera goed zetten. We zijn geëindigd bij het sleutelbeen. Even goed filmen hoor. En dat is hier de bovenkant. Dus hier is de oksel. Dan ga je verder haken tot het sleutelbeen en dan moeten we hier dus het midden van hebben. En dan gaan we even mijn haakwerk goed zetten of mijn camera. Zo. En dan gaan we dit bovenste meten door midden, maar we hebben nog 1, 2, 3, 4, 5 waaiertjes over en hier zitten die twee losse en die zitten hier dus niet, dus we kunnen moeilijk nu zeggen we pakken de middelste waaier. We moeten het echt even meten en dat moet jij ook doen, want misschien haak jij losser of vaster dan dat ik het doe. En we gaan dus even meten. En van links naar rechts, even goed laten zien. Ja, ik kom op 23 centimeter. Dus dat betekent 12. Ja, even kijken hoor, 22 zou 11 zijn en 24 zou 12 zijn en we komen een beetje, ja, toch op 24. Ja, 24. Nou, ik moet even de camera goed zetten, zodat jullie het ook kunnen zien. Zo. En dan pakken we, je kan het ook gewoon door midden delen, je pakt de punten en je zet hem door midden. En je pakt weer een steekmarkeerder en daar zet je hem vast. Je kan het meten, je kan ook gewoon de punten door bij elkaar zetten, dat is toch makkelijker. Kijk, je komt niet helemaal op midden van een waaier uit, maar dat is geen probleem, want je doet toch gewoon elke keer het patroon doorhaken. Het is echt een heel mooi patroon, want het blijft verspringen. En ik moet zeggen, met de wol bevalt ook goed, met wol haken, want dan heb je meer, het wordt wat, zeg maar, wat fluffier, wat rekbaarder door de wol. Dus je hebt je steekmarkeerder gezet, je gaat weer aan die zijkant, pak je je haaknaald. En je begint met omslaan en 3 lossen. Dan keer je weer je werk. En je gaat weer verder tot het patroon en dan hou je even rekening met die markeerder, want hier moet je dus eigenlijk 2 steek afkanten, maar dan betekent dus dat je vanaf 2 ga je weer naar de rechtse kant en dan kant je er nog 1 af, dus 2, 1 en dan doe je aan de andere kant ook 2, 1 vanaf de bovenkant. En we gaan nu weer verder met het patroon en het patroon is hier moet ik heel even, nou, ik ben er een beetje uit, even kijken. Ja, het patroon is weer 5 vaste, 2 losse. Omdat we hier dus de schelp hebben gedaan, dan gaan we daarna 5 vaste, 2 losse. En we hebben hier nu 3, dit is het eerste stokje. Maar we pakken er nu, gaan we meteen met de vaste beginnen, anders wordt dit, nee, we pakken nog 2 losse, sorry hoor.
draad om, 2 losse. En weer 5 vaste in de waaier. 1, 2, 3, 4, 5. 2 losse. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, en deze 2 lossen die slaan we nu over en we keren weer het werk. En voordat we het werk keren doen we even weer 3 lossen. En dan keren we het werk. En dan gaan we aan de linkerband verder. En we gaan dadelijk nog eentje minder hoor. Dus eerst eventjes hier het patroon van volgen. En het patroontje is weer... Even nadenken, 3 vaste, een losse, een stokje, een losse, een stokje. En die 3 vaste zetten we bovenin, in het midden van die waaier. 1, 2, 3, een losse. En dan zetten we hier weer een stokje in die opening. En een losse. En een stokje. En weer een losse. En dan weer 3 vaste. In het midden, dus je slaat eigenlijk die eerste over. 1. 2. 3. En dan weer een losse. Een stokje. Een losse. En een stokje. En omdat dit de zijkant is, doen we een losse en op de zijkant zetten we een stokje. Even wat draad pakken. Zo. En we gaan weer naar boven, dus we doen weer 3 losse. En we keren weer het werk. En dan gaan we weer tot de halsopening en dan gaan we hier nog eentje minderen. En dan gaan we even kijken of het genoeg is. Je moet voor jezelf nakijken of het bij jou klopt. Dan gaan we naar de volgende toer. Hier gaan we weer die waaier inzetten. Dus de volgende toer is een losse. Hier zetten we meteen de waaier in. Een losse, een vaste, een losse. Nou, we gaan gewoon beginnen. We zetten hier de waaier in met 5 stokjes. Vaste, dus het is een losse, een vaste, een losse. En hier gaat de waaier weer in. Even kijken of ik het goed doe. Ik zit meer op mijn camera te letten dan op mijn haakwerk.
ja, losse, een vaste, een losse, en dan hier weer een waaier in. 1, 2, 3, 4, 5, 1 losse, een vaste, een losse, en we zijn dan bij de hals hier, en deze moeten we gewoon overslaan, eigenlijk deze 2 naar 1, 1 slaan we erover, dus dit is het omhoog werken, dus we pakken eentje terug, dus bij die vaste slaan we er dus 1 over, dan beginnen we al hier op het beginstokje, zetten we hem even vast. En we keren het werk. Ja. En als ik het nu zo zie, dan is die halsopening, ja, hij mag voor mij nog iets wijder. Dus we zetten nog even, we beginnen meteen hierop. We gaan niet meer nog een steek maken, we zetten meteen hier de vaste op, en dit is de toer van 5 vaste, 2 losse, dus de 5 vaste, 1, kijk, dan minder je meteen die halsopening, 2, 3, 4, 5, 2 losse, en we gaan weer naar de andere waaier, 5 vaste, 1, 2, 3, 4, 5 en 2 losse, en we zetten een stokje op de tweede van de beginsteek. En we pakken weer 3 losse en we keren het werk. En we gaan nu weer met het patroontje verder. En dat is 3 vaste, een losse, stokje, losse, een stokje en een losse en 3 vaste. En we zijn hier bij de waaier, dus we doen in het midden 3 vaste, een losse, een stokje, een losse, deze was niet netjes, dus die doe ik even overnieuw, een losse, wat hebben we net gedaan, nou, een, kijk of ik goed zit hoor, ja, stokje, een losse, een stokje, een losse en 3 vaste, 1, 2, 3, en dan zijn we hier bij de halsopening, en als ik dit zo zie, kijk, hier gaan we dus recht naar boven, dus hier gaan we weer gewoon de bandjes maken, en als ik dit zo zie, dan hebben we dat heel netjes gedaan. Ja, nu gaan we gewoon verder tot de schouder, dat is een centimeter of 6-7. Nou, we gaan weer gewoon even verder zodat je het beter ook ziet. 1, 2, 3 losse en je keert weer het werk. En dan gaan we verder met het patroontje. En het patroontje is dus een losse, een vaste, een losse en 5 stokjes hierin. Dus we pakken een losse,
een vaste, een losse en 5 stokjes. 1, 2, 3, 4, 5. Een losse. 3 vast. Oh nee, een vaste, een losse. Een losse. Even kijken hoor. Waar we zitten. Ja, dan moeten we in het midden een vaste. Dan een losse. En dan zouden we hier dus een waaier in moeten maken. Maar als ik het zo zie, dan gaat hij dus aan de zijkant. Dus we moeten even goed. Ja, je moet even zelf voelen van hoe ga ik die waaier nu helemaal vol maken, of even kijken hoor, ik maak er even 3. Zodat je echt even die zijkant pakt. Ja, ik ga de waaier toch helemaal vol maken, want hij moet natuurlijk gewoon recht omhoog en we pakken gewoon het patroon, dus ja, 3. En anders leg je hem even plat op je tafel en dan kan je het ook beter zien hoe het bij jou uitkomt, want de ene haakt losser, de andere haakt vast. En weer 3 omhoog en we keren weer het werk. Ik zal hem nu even plat leggen. Kijk, dan zie je al dat hier de armsgaten komen, hier is de halsopening. Dus hier heb je tot het sleutelbeen gewerkt. En als ik dit zo uit plat leg, dan komt het goed. En dan gaan we nog eventjes een centimetertje of 2 verder. En in deze hoort dus weer 5 vaste, 2 losse. Dus hier weer een vaste. 2 vaste. 3 vaste. 4 vaste. 5 vaste. 2 losse. En weer 5 vaste. 1. 2. 3. 4, 5, en dan komen we hier uit op bij de hals. Nou ja, we pakken gewoon het patroontje, dus 2 losse, en bij de hals pakken we in de tweede van het begin stokje, maken we een stokje en weer 3 omhoog en dan leg ik hem toch nog weer even plat. En dan moet je bij jezelf meten tot hoe ver je komt. En dan hecht je hem af. En dan ga je aan de andere kant precies hetzelfde doen. Dan pak je ook weer even 2 mindere en dan 1 mindere. En dan ga je weer door totdat je aan je schouder bent. Dan moet je voor jezelf even meten. Ik kan het niet zeggen dat het bij jou 7 centimeter is en bij mij 5 tot de schouder. Dus je houdt hem gewoon voor je. Je legt hem goed plat neer, zodat dit weer hetzelfde wordt als deze kant. En tot je schouder. En als je bij de schouder bent, dan beginnen we aan het achterpand. En dan zie ik je zo. We zijn nu geëindigd bij het voorpand bovenstukje. Ik dacht centimeter of 5, maar ik kom wel tot, ja, tot 10 centimeter vanaf de halsopening. En ja, nu dat we het voorpand klaar hebben, ik heb wel een beetje lange draad overgehouden, want dan kan je die draad weer gebruiken om het straks aan het achterpand te maken. En dan gaan we nu het weer keren. En dan kunnen we aan het achterpand beginnen. En bij deze hier, dit is dus het achterpand, hier slaan we maar 1 steek over.
moet even nog de draad aanhechten. Weer gewoon eventjes een lusje. Iedereen doet het op zijn eigen manier, het lusje. En omdat we, even kijken hoor, hier dit is de oksel, daar hecht je je draad aan. En dan gaan we nu het achterpand maken. En dan, we gaan aan elke kant maar eentje minderen. Dus we hechten even de draad aan. Ik heb hem hier op mijn naald insteken. En doorhalen. Met een halve vaste, dus je haalt hem meteen nog een keer door. En dan zit hij vast. En dan haken we deze en deze even zo samen omslaan. En als een halve vaste zeg maar doortrekken. Zo, deze hebben we eentje overgeslagen. Dan gaan we het patroon weer volgen. Het patroon, heel even spieken weer, want ik heb het opgeschreven. Dit was een losse en vaste, een losse en 5 stokjes. En daarop moeten we dus weer 2 losse, 5 vaste, 2 losse, 5 vaste. Dus we beginnen met 2 losse. 1, 2. En we gaan 5 vaste maken. 1. 2. 3, 4, 5, 2 losse en weer 5 vaste. Goed, met de haaknaald erin. En 2 losse. En we gaan weer 5 vaste. 2 losse. We zijn weer bijna hier bij de oksel. En omdat we hier dus eigenlijk 2 moeten overslaan, dan is het eigenlijk, stoppen we er gewoon mee met deze toer. Dan zet ik hier wel even nog een stokje in. Moet je even kijken hoe jij uitkomt hoor, gewoon even een stokje zetten. En dan weer 3 losse. 1, 2,
en dan ga je weer je weren keren. Het achterpand dan. Dit is alleen het achterpand. En je gaat gewoon helemaal omhoog werken met weer het patroontje. En we hebben net het patroontje gehad met 5 vaste, 2 losse. Dan gaan we nu een losse, 3 vaste, een losse, een stokje, een losse en een stokje. En die 3 vaste komen in het midden van die waaier. 1, 2, 3. Een losse, een stokje in die grote opening, een losse en een stokje en weer een losse en weer 3 vaste. En een losse en een stokje en een losse en een stokje en een losse. En dan weer, oh ja, 3 vaste. En van die 5 is het makkelijkste gewoon dat je de eerste overslaat en dan pak je 3 vaste. 1, 2, 3. En een losse. En weer een stokje. Een losse. En een stokje. Een losse. Drie vaste, een losse, een stokje, een losse, stokje, een losse. En we zijn er nog een eindje vanaf hoor, van de oksel, maar dan sla je ook 2 over. En we gaan weer even nog verder met het patroon. 1, 2, 3 vaste, een losse. Een stokje, een losse, een stokje. Je kan de video ook langzaam afdraaien hoor. Er zit een knop op YouTube en dan met een soort radartje. En dan kan je de video ook langzaam afdraaien. En een keertje terugspoelen. En kijken, gewoon je eigen tempo aanhouden. Snelheid komt altijd pas later, hè? Eerst altijd alles leren en dan pas snelheid. Snelheid is helemaal niet belangrijk. En dan zijn we al bij de marker, bij de markeerder. En hier moeten we er ook 2 overslaan, dus we zetten hier nu nog een losse en we zetten gewoon hier een stokje in, zodat we het werk weer kunnen keren. En 3 lossen en we keren het werk weer. Nou, en dan kan je gewoon recht omhoog het patroon volgen tot je weer bij je nek bent eigenlijk, of lager. Als je truitje iets laag, het is toch een zomertruitje. Dus je kijkt even tot hoe ver je wil omhoog werken. En dan gaan we in het midden afkanten. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Naar iedereen kan haken. Hoe je het midden moet afkanten zal ik even uitleggen trouwens. Want zover komen we straks niet. Nee, in het midden doe je weer, net als aan de voorkant, je sluit de punten, je meet het midden, dan doe je 2 en 2 afkanten, dus aan deze kant 2 en aan deze kant 2, en dan ga je weer, je kan er nog eentje pakken als je even de maat meet van de bovenkant, en dat is deze kant, wacht, deze, de bovenkant van de schouder. Je moet hierop aansluiten. Dus je doet aan de nekkant in het midden minder 2, 2 en dan nog 1, zodat je echt een halsopening krijgt. En dan moet je deze steken tellen en die moeten aansluiten aan het voorpand. Nou, bedankt voor dit
was Iedereen kan haken. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je je abonneert. En dan zie je elke keer stap voor stap ja, wat je kan maken. Een truitje of andere dingen. Graag abonneren. En dan zie ik je weer snel terug.